En zoals beloofd krijgen jullie nu Diluvium Tiberis opnieuw een beetje uitgelegd met de nodige aandacht voor de verschillende grammaticale constructies. Caius Plinius Macrino suo es staat hier salutat. Dus salutat, hij groet. En dus Caius Plinius is het onderwerp hier in de aanspreking. Hij groet zijn vriend, datief meewerkend voor het Macrino suo, zijn vriend Macrinus. En in de eerste paragraaf krijgen we een vraag. Numistiq quoque imite et turbidum caelum. Hij vraagt zich af of daar istiek, en istiek is een bijwoordje, betekent daar bij jou, hè? Dus daar bij jou. Hij schrijft aan zijn vriend Macrinus en daarbij Macrinus is de hemel, caelum, quoque ook, de hemel daar bij jou, is die is ook toch niet zo, imite et turbidum. En imite et turbidum zijn hier allebei gezegde en naamwoordelijk deel en staat in het onzijdig, omdat caelum in het onzijdig staat. De hemel is daarbij jou ook zo guur of zo woest imitis en turbidus betekent stormachtig en zo stormachtig. Dus de hemel is daarbij jou zeker ook niet zo stormachtig en zo guur. Hic, en dan bedoelt hij hier bij mij. Hic is een bijwoordje, betekent hier. Hier, en dan hebben we, als je goed kijkt, hier zie je in deze zin geen enkel werkwoord staan. Dus dat betekent dat hier een ellipsis is van het werkwoord, maar een heel evidente. Hier is er. Hè. Hier of hier zijn er, want het is meervoud. Assiduae tempestates. Voortdurende stormen. En tempestes, tempestatis, vrouwelijk, betekent storm of slecht weer. Dus hier is het voortdurend slecht weer, zou je ook kunnen vertalen. Assiduus, aanhoudend, hè, zonder stoppen. Dus vrouwelijk, nominatief, meervoud. Hè. Assiduae tempestatis sunt et quoque. En ook crebra diluvia, hè, dus ook onderwerp, maar dan onzijdig. Crebra, creber. Is veelvuldig en veelvuldige overstromingen zijn er. Hè? Hij vertelt dat hier bij hem stormen en overstromingen zijn bij de vleet. En wat meldt hij dan ook nog? Tiberis alveum excessit et demissioribus ripis alte superfunditur. De Tiber is hier onderwerp. Hè? De Tiber, de rivier de Tiber, excessit perfectum. Is getreden, excedere uit. Hè. Excedere is uittreden, eruit gaan. En waaruit is die gegaan? Natuurlijk hier leidend voor op alveum, uit zijn bedding. Hè. Dus je kunt zeggen, is uit zijn bedding gekomen. En is et demissioribus ripis alte superfunditur. Een superfunditur, even bekijken hier, dat is een passieve vorm. Hè. Superfundere. Passief betekent buiten de oevers treden. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in dat eerste stukje van de zin. Dus hij is ook, die Tiber is uit zijn oevers getreden. Alte, hoog, bijwoord, bij dat werkwoord, superfunditur. En dat is gebeurd, plaats, ablatief van plaats, demissioribus ripis. Op de lager gelegen delen, op de lager gelegen ripa is oever. De lagere oevers. Dus ripa ai, vrouwelijk, is een oever. En hier ablatief van plaats. Ja. En dan, tweede paragraaf. Quamquam fossa, quam providentissimus imperator fecit exhaustus, premit valles inna tat campis, quaque planum solum pro solo cernitur. Nou. Hoewel exhaustus, en exhaustus is een ppp van exhaurire en betekent ontlasten. Nu, je kunt hier best een est bij denken, ook exhaustus est. Dus ofschoon, en ik heb het in de klas toch wel duidelijk gezegd, die kwam, ofschoon is een toegevende bijzin. Hè? Dus je geeft toe, ofschoon. Of hoewel, zeggen we meer hè, in onze spreektaal. Dus hoewel ik gestudeerd heb bijvoorbeeld, toch ben ik zwaar gebuist. Hoewel is een toegeving. Hoewel ik dat gedaan heb, toch. En hier,
Quamquam exhaustus est, hoewel de tiber, moet je erbij denken als onderwerp hier, hoewel die ontlast is, fossa, ablativa middel, door een gracht. Door een gracht. En die gracht, die wordt hier meer uitgelegd door een betrekkelijke zin. En de betrekkelijke zin, ik zal die eens even aanduiden hier in het geel bijvoorbeeld. Hier kwam providentissimus imperator fecit. Dat is hier de betrekkelijke zin. Hè? Dus de gracht die gemaakt heeft, de providentissimus imperator. En providentissimus is zeer vooruitziend. Providens is vooruitkijkend. Hè? Dus de zeer vooruitziende imperator, de bevelhebber, maar hier dus de keizer, die hij heeft gemaakt. Dus kwam slaat op de fossa, hè, dus het is daarom ook accusatief, het is daarom ook vrouwelijk en enkelvoud, maar heeft zijn functie in de bijzin, de betrekkelijke bijzin, want fecit eam, hè, hij heeft die gracht gemaakt of laten maken en is hier leidend voor. Dus kwam is accusatief vrouwelijk enkelvoud, leidend voorwerp van fecit, maar slaat natuurlijk op fossa. Hè? We kunnen dat misschien duidelijk maken met een pijl daarop te zetten. En dus op fossa slaat dat quam fecit imperator. Hè? De gracht, door een gracht in de vorige zin, die de meest vooruitziende keizer heeft gemaakt. Dus hoewel die daardoor, die Tiber, daardoor exhaustus est, ontlast is, toch, en dan krijgen we de hoofdzin, premit valles. Dus die premit is hier de hoofdzin. Premit, hij drukt, en dan hebben we hier mooi leidend voorwerp, valles, op de vallei. Hij zet de vallei eigenlijk onder druk, door al het water natuurlijk. Wat doet hij nog, de Tiber? Innatat, dus weer een hoofdwerkwoord. Hij in natare is zwemmen over, eigenlijk zwemmen in. Hè. We hebben dat gezien bij de dolfijn ook, hè. In natare. Dus hier over iets heen strooien, stromen. En wat is het? De campis, over de velden. Nu, in natat, als je dat goed bekijkt, dat is een werkwoord dat samengesteld is met een voorzetsel, een prefix. Hè. En zo'n werkwoord, dat komt met de datief te staan. Dus dat betekent dat campis hier een datief is, een datief van prefix na innatat. En een derde elementje, een derde hoofdzin eigenlijk, is kernitur. Hier, hij wordt bemerkt, ook die tiber als onderwerp, hij wordt aanzien pro solo, voor de aarde, voor de grond, en voor de bodem. Hij wordt aanzien voor bodem, al daar, al waar de bodem planum est. Hier ook est moet je bijdenken, een ellips van esse. Hè. Waar de bodem vlak is, wordt hij aanzien voor de bodem. En ik denk dat dat wel duidelijk is op zich. Hè. En dan de laatste paragraaf van ons stukje. Widerunt quos excelsioribus teris illa tempestas deprehendit, alibi divitum apparatus et gravem supellectilem, alibi instrumenta ruris, ibi boves aratra rectores, hic soluta et libera armenta, atque inter haec arborum truncos, aut vilarum traves, varie lateque fluitantia. Dat is hier ons puntje dat we nog moeten bekijken. Nu, ik heb al gezegd dat widerunt het hoofdwerkwoord is. Hè? Widerunt, zij hebben gezien. Zij hebben gezien. Nu, wie heeft er nu gezien? Dat zijn de mensen. I. Hè? Dus hier moeten we een bijdenken eigenlijk de nominatief mannelijk meervoud van is, ja, it, zij. Zij, en dan kun je heel gemakkelijk daar die, die quos aan koppelen. Ik ga eens even kijken of ik dat hier kan. Dus i, hier, i,
I, dit is heel belachelijk, maar I. En ik zet dat hier tussen haakjes, want dat is nominatief mannelijk meervoud, maar het staat er eigenlijk niet. Nu, die quos die slaat daar eigenlijk op. Ja? Die geeft daar meer uitleg over als betrekkelijke zin. Dus zij, die. En die quos is accusatief mannelijk meervoud en is het leidend voorwerp. We kijken hoe dat in elkaar zit. De betrekkelijke zin die staat hier tussen mijn twee verticale lijnen. Hè? Quos excelsioribus terris illa tempestas deprehendit. Het onderwerp, ik zal hem weer even in het onderwerp in het rood aanduiden, illa tempestas. Die storm, die bewuste storm waar het over heeft, die deprehendit. En deprehendere is eigenlijk, aantreffen of verrassen, hebben we gezien. Deprehendere heeft verrast. Deprehendit wie? Quos. Dit is het leidend voorwerp. Hè? Dus quos is leidend voorwerp van deprehendit. De storm heeft hen verrast. En wie, waar is dat dan? En dit is hier dan nog een groepje woorden dat bij elkaar hoort. Excelsioribus terris. Op de hoger gelegen delen, op de hoger gelegen stukken aarde, stukken grond. Hè, en dat is een ablatief van plaats. Hè. Dat is wel duidelijk, denk ik. Dus als we dat dan gaan vertalen in het Nederlands, dan gaan we dat eerder passief draaien. En we gaan zeggen, zij die door de storm op de hoger gelegen delen zijn verrast, zagen. En dan komen al de leidend voorwerpen die in het vervolg van de zin staan. Dus dan wordt het eenvoudiger. Hè. Maar letterlijk staat er: zij die de storm op de hoger gelegen delen heeft verrast, zagen. Maar in het Nederlands klinkt dat niet zo echt vlot, dus daarom zet je dat beter in het passief. Nu, wat zagen die allemaal? Widerunt. En ik ga aanduiden in het geel met een fluo stiftje hier. Alibi, wat zie je? Apparatus. Apparatus, en dat zijn allemaal voorwerpen, instrumenten. Hè, dus deze kunnen we apparatus. Supellectilem zien ze ook nog. Dat zijn al de substantieven die ik nu aanduid. Instrumenta zien ze ook nog allemaal rondzwerven of ronddobberen. Ze zien boves, runderen, ze zien aratra, ploegen en ze zien eigenlijk de landmannen ook, de ploegers. Wat zien ze ook nog? Armenta. Ja, dus ik duid nu alleen de substantieven aan, de adjectieven, die moeten daar natuurlijk nog bij. En interhaec, troncos zien ze ook nog, stronken, boomstronken. En trabes, dat zijn dan de balken en allemaal dingen die aan fluitantia zijn, die ronddobberen. En dit laatste, dat kun je eigenlijk zien als een soort van, dat pakt het allemaal samen, hè? Allemaal dingen die ronddobberen. Maar ik kom er nog op terug. Nu, oké. We hebben de leidend voor. Wat zien die mensen allemaal? Ze zagen alibi. Hier zagen ze een alibi, dus we hebben hier, dat is ook anafoor eigenlijk, hè, alibi, alibi. Nu eens hier, dan weer daar, en dus hij geeft plaatsen aan waar dat allemaal te zien is. Wat zien ze? Hè? Apparatus divitum, en dat zijn apparatus meubilair, hebben we hier vertaald, meubilair, dus grote voorwerpen eigenlijk, divitum van de rijken. Dus dit is een genitief, en misschien dat ik dat best met een pijltje eventjes aanduidt, een genitief bij apparatus. Dus meubilair van rijken. En divitum is een genitief, mannelijk meervoud van dives, divitis eigenlijk, een rijke. Dat is hier een genitief van bezit, hè? Meubilair van rijken. Wat zien ze ook nog? Dan is het heel duidelijk, denk ik, gravem supellectilem, dus zwaar. Supellectilem hier is dan supellectilis is huisraad, een zwaar huisraad. Dan zien ze instrumenta ruris en die ruris, ruris is het platteland van het land. Dus hier hebben we ook weer een genitief, zoals daar juist die divitum, die genitief die hierbij staat bij instrumenta. Dus
instrumenten van het platteland, letterlijk. En dan zien ze bovens, ze zien runderen. Dat is niet zo moeilijk, dat is gewoon een losstaand substantief. Ze zien runderen, ze zien ploegen, aratra, en ze zien rectores, landmannen. En daar, hier zien ze weer soluta et libera armenta. Armenta is van armentum, is vee. Maar armenta, hier mag je vertalen door een kudde. Loslopende kuddes. Los soluta et libera armenta kuddes of vee. Dan mag je zien hoe je dat vertelt. Soluta, loslopend en vrij vee. En soluta et libera is eigenlijk, ja, wat ik in de klas zei, pleonastisch. Want eigenlijk betekenen die twee een beetje hetzelfde. Maar hij zegt ze hier naast elkaar, om daar echt wel een nadruk op te leggen dat dat vee helemaal losloopt. Dat ze losgebroken zijn eigenlijk uit hun weides. Atque. Interhaec en interhaec. Dat mag je ook mooi samen zien, hè? Tussen al die dingen, tussen deze dingen, inter haec. Dus inter staat met de accusatief, ja? Inter met accusatief voorzetsel. En tussen deze dingen, van hic haec hoc, dus dat is onzijdig, haec, onzijdig, accusatief, meervoud. Hè? En wat zien ze dan nog? Truncos arborum. En arborum is weer zo'n genitief, zoals daarboven bij truncos. Hè. Stronken van bomen, of zoals in de klas gezegd, boomstronken, mag je gerust vertalen. Of wat zien ze nog? Trabes villarum. Weer een genitief daarbij. Hè. Een balken van villas. Een grote balken uit de nok van het dak, wellicht. En dan die fluitantia hier. Dat is ook accusatief, onzijdig, meervoud. Van fluitans. En fluitare betekent vloeien en stromen. Dus fluitans is eigenlijk een PPA. Hè. Fluitantia, ronddobberende dingen. Hè. Onzijdig meervoud, omdat hier eigenlijk alles bij elkaar wordt gezet wat hier allemaal al gezien is. En dan varie lateque. Varius aum betekent uiteenlopend hier. Dus uiteenlopend en breed uit ronddobberend. Hè. Dus wij krijgen hier twee bijwoorden. Varie is een bijwoord, late is een bijwoord. En die staan eigenlijk allebei bij die fluitantia. Voilà. Dat is grammaticaal de hele tekst nog even doorgenomen. Dus hierbij afgesloten.